Alesia. Julius Caesar wacht hier op de overgave van de Gallische bevelhebber Vercingetorix, die hij zojuist verslagen heeft. Deze briljante overwinning stimuleert de ambitie van Caesar, die van nu af aan steeds ambitieuzer zal worden. Schiet eens een beetje op. Jullie moeten niet zo ver achter blijven. Loop eens wat sneller, treuzel. Zeg, chef, die twee die schijnen het nogal grappig te vinden. Wacht maar. Je mag niet lachen. Ik zal jullie eens kietelen. Caesar dicteert zijn geschiedkundige geschriften. De Galliërs hebben de druk van het Romeinse leger niet kunnen weerstaan. Ik hoefde maar een omtrekkende beweging te maken om hun verwarde aftocht te bewerkstelligen. De vluchtelingen omsingelden we in Alesia. De mensen moeten zeggen dat wanneer ik een veldtocht leid, niets of niemand daartegen bestand is. Iedereen en alles moet buigen voor mij. Rome zal de wereld beheersen en die Gallische barbaren zullen dat niet verpesten. Als het moet, roeien we ze uit tot haar laatste toe. Dat moest maar eens gezegd worden. Boom daar, chef. Denkt u niet dat die mooi bij u in de tuin zou staan? Hé, hey, jij daar, dikke. Neem die boom mee. Nou, zeg. Oversteken of niet, dat is de grote vraag. Ditmaal is de Republiek in gevaar, maar wij, leden van deze verheven senaat, zullen dit kleine ambitieuze generaaltje tegenhouden. Weg met Caesar! Voorwaarts! Door de triomfen van Caesar duurt het niet lang of Rome wordt een wereldhoofdstad. In de overdekte zuilengalerij van het huis van Minucius deelt men graan uit aan het volk. Wie volgt?
Wanneer je het geluk hebt een inwoner van Rome te zijn, waarom zou je dan werken? Als het de gewoonte is dat de stad je brood en spelen geeft. Caesar heeft 2 theaters laten bouwen, beide half cirkelvormig en grenzend aan elkaar. Op een teken van Caesar laat men deze enorme bouwwerken zo draaien dat ze bij elkaar komen en 1 circus vormen. En dit is een vernieuwing die een keerpunt zal vormen in de toneelwereld. Ave Caesar! Ave Caesar, zij die sterven gaan groeten u. Genade of dood? De dood! Dood! En jullie moeten met elkaar vechten, anders gaan wij met jullie vechten om je te dwingen. Ik heb een idee, wat dacht u ervan als we... Openen! Omdat de bouwwerken van de oude stad voor het merendeel van hout waren, vielen ze vaak ten prooi in de vlammen en de brandweerlieden hadden er heel wat werk aan. Het vuur en de vlam. Ook de welsprekendheid is net als de vlam. Zij moet eveneens gevoed worden. Net als zij kan zij bestaan door beweging en verlichtend door te consumeren. Gegroet, gegroet. Ter meerdere glorie van Rome zullen wij wegen gaan bouwen. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Kijk, dit is een tegel. Nee, zo moet het niet. Eerst neem je zand en dan een tegel. Keitjes. Oh nee, geen keitjes. Een tegel. Een keitje, tegels, zand erbij. En de wegen beginnen allemaal hier. Verbreiden zich over de hele wereld. Wat een roem voor Rome is dat. En ook voor mij. Maar bij de baard van Jupiter. Wat gebeurt er allemaal? Oei! Het principe van de Romeinse weg is altijd rechtuit te gaan, ongeacht het terrein. Hetgeen natuurlijk wel eens problemen oplevert.